Hey, welkom bij Alle Tekens. Tenminste, het eerste deel van Alle Tekens. Ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw en maagd. Happy birthday, maagd, als je mijn eerdere video niet gezien hebt. Ik wens je een hele fijne verjaardag. Als je al jarig geweest bent, vandaag jarig bent of nog jarig moet worden. We gaan beginnen met sterrenbeeld Ram zo meteen en we gaan achter elkaar door. Timestamps, uiteraard. Gaan ze eventjes opschrijven. Ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw en maagd. We gaan kijken naar de huidige energieën. Wat is er belangrijk voor jullie om te weten? We gaan richting het najaar en dat betekent ook dat niet alleen de professioneel, maar personal readings doorgaan. 15 minuten, een half uur of een uur kun je inboeken. Laat het me even weten via de mail als je persoonlijke dingen hebt die je wilt bespreken. De persoonlijke readingen vinden plaats via WhatsApp camera, dus laat het me even weten als je dat wil. Vind je het eng voor de camera en heb je zoiets, ik wil liever een vooraf opgenomen video, dan kan dat natuurlijk ook. Daarna hebben wij ook vanaf september de cursussen. De online tarotcursus om voor jezelf te leren leggen. Alle 78 kaarten te leren kennen van de tarot. Maar ook de legpatronen, de schutpatronen. En natuurlijk uiteraard werken met je intuïtie. Dan hebben we ook de cursus astrologie. Als je wat meer wil weten over de 12 sterrenbeelden. De heersers, de 12 huizen, je ascendant, je maan, je Venus, je Mars, je Saturnus, je Neptunus, noem maar op. En ook de transits die het maakt en je persoonlijke geboortehoroscoop is altijd heel interessant om die te leren kennen. Mocht je daarentegen liever een geboortehoroscoop willen laten maken door mij, dan kan dat natuurlijk ook. En dan hebben we nog de cursus Love Yourself First. En je zou denken, ja, maar dat heb ik niet nodig, want ik hou heel veel van mezelf. Maar dat is nog niet zo simpel. Om werkelijk te kiezen voor jezelf, voor je eigen pad, voor dat wat je hier komt doen op aarde. Dus mocht je daar interesse in hebben, laat het mij even weten. Oké, dat gezegd, gaan we beginnen met sterrenbeeld Ram. Wat is er voor sterrenbeeld Ram-universum? Wat is er belangrijk voor het eerste teken van de dierenriem? Wordt geregeerd door Mars, de planeet van de power, van de kracht, van de eerste willen zijn. Sterrenbeeld Ram. De Ram was de laatste tijd niet zozeer in die Ram-energie, vond ik zelf, wat teruggetrokken. Wat meer op de rem, wat meer in het hoofd. Dus we gaan even kijken wat er voor sterrenbeeld Ram belangrijk is. Ja, Ram, je wil ergens een overwinning in behalen. Misschien wil je ook wel een communicatie starten. Wat ik al zei, je hebt je de laatste tijd wat teruggetrokken. Maar ik heb wel het idee dat je heel veel gevoelens voor iemand hebt. Maar je bent misschien bang om die passie, dat vuur, te veel naar voren te laten komen. En je wil dat eigenlijk een beetje inhouden. Maar belangrijk is natuurlijk om gewoon te zijn wie je bent. Keep it cool, keep it cool. Maar wat ik vooral bij je zie, Ram, is dat jij zelf steeds denkt: ik ben heel erg in tune met mijn intuïtie. Maar dat is niet zo. Je hebt heel veel. Je hebt eigenlijk een beetje een in- en uit-energie in je intuïtie en dan weer eruit. Op een of andere manier word je steeds uit die intuïtie gehaald. Dan ben je dus disconnected. Dan ben je dus niet in tune met je intuïtie. Op een of andere manier haalt iets of iemand je elke keer uit het hier en nu. En wat belangrijk is om in het hier en nu te zijn. Want ik zie dat jij graag een communicatie met iemand aan wil gaan. Dat heeft te maken met een open communicatie volgens mij. Dat je nadat je een beetje shut down was. Wil je graag ja, die communicatie met iemand aangaan? Ik heb ook het idee dat je niet alles ziet, vanwege het feit dat je niet verbonden bent met je intuïtie.
de hele tijd. De Queen of Cups reverse betekent ook niet altijd in tune zijn. En ook al denk je dat misschien wel, dat is niet het geval. Je zit veel in je hoofd. En die Two of Pentacles die ik zie, dat is ook een beetje alle ballen in de lucht houden, wikken en wegen, een beetje uit balans. En belangrijk is natuurlijk om gewoon jezelf te zijn als je een communicatie aangaat met iemand waar je volgens mij diepe gevoelens van hebt. Maar je houdt jezelf steeds terug. En dat terughouden, dat begint nu misschien langzamerhand wat, het begint meer te roepen in je binnenste van, oh, ik wil wat zeggen, ik wil wat zeggen. Ik wil de communicatie aangaan, maar tot nu toe heb ik mezelf steeds teruggehouden, omdat ik in het hoofd zat en niet in verbinding met mijn intuïtie. Want ik denk dat je ook met een heel intuïtief persoon te maken hebt, gewoon iemand die haar of zijn eigen ding doet. En dat doe jij denk ik ook. Je bent allebei harde werkers, zie ik hier. En, maar allebei in hun eigen straatje. Dus ik heb het idee dat jij heel erg aan je carrière aan het werken bent. Iets ergens een victory in wil. Maar dat doet deze persoon ook. En ik heb het idee dat je graag iets zou willen communiceren, wat ik al zei. En ik denk dat dat binnenkort ook gaat plaatsvinden. Dat je misschien een beetje je rebelse kant laat zien. Een beetje een tikkeltje licht agressieve kant laat zien. Van, bats, boom, yes, hier. Dat is een beetje weer die ram-energie die ik zie. Want die heb ik een tijd niet gezien, die ram-energie. Ik heb een bedeesd lammetje gezien. En ram is natuurlijk, ik wil de eerste zijn. Ik ben spontaan, ik ben recht door zee. Ik ga recht op mijn doel af, ik ben niet bang. Maar zolang jij dus in contact staat met je intuïtie, kun je ook vanuit waarheid spreken. Als je niet in contact staat met je intuïtie, dan wordt het een gesprek vanuit het hoofd. En dan is het er, ja, dan mis je dus eigenlijk het totale plaatje. Dus belangrijk is om, als je dat gesprek aangaat, Ron, om werkelijk gewoon jezelf te blijven. En vanuit jezelf te spreken. Dat was het voor de ram. We gaan verder naar de stier. Hoi stier, we gaan met jullie verder. Tweede teken van de dierenriem en wordt geregeerd door de planeet Venus. Stier is praktisch, is een aardeteken. En we zitten natuurlijk nu ook in het maagseizoen, wat jouw zuster aardeteken is. Ja, details, praktisch, twee benen op de grond. We zullen even kijken naar sterrenbeeld stier. Wat is er belangrijk voor de lieve stieren op dit moment? Wat is er belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld stier? Sterrenbeeld stier, ik heb het idee dat je een beetje zorgen maakt. In Nine of Swords is te veel in je hoofd zitten. Dingen overdenken, misschien ook obsessief aan iemand of iets denken. En de Nine of Swords is een vrij negatieve instelling op dit moment. En dat komt denk ik omdat je te veel in je hoofd zit. Ik denk ook dat je heel veel geeft. Een beetje overgiving. En ik denk dat je ook wat overgiving met je attentie, met je tijd, met je aandacht en zo. Maar belangrijk is denk ik om uit dat hoofd te komen bij jou. En meer in je hart te gaan, meer te mediteren, meer bij je het huidige moment te blijven. En niet te veel negatief te denken van het komt niet of ik denk dat er wel mogelijkheden om je heen zijn. Maar dat je een beetje moet uitzoeken bij jezelf, een beetje uitvoelen, een beetje uitzoeken. Maar het voelt bij jou denk ik alsof er niks gebeurt, alsof er een stagnatie is. Alsof er een stilstand is. De magic is er niet, op een of andere manier. Het komt niet. En het blijft, ja, je kunt wel willen wensen en hopen en dergelijke. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om meer in de 3D te komen. Want anders krijg je een soort van, ik wens, ik hoop. En belangrijker is denk ik om nieuwe dingen toe te laten in je leven, risicootjes, ander soort mensen, erop uitgaan, het nieuwe verwelkomen.
En misschien ben je niet zo gemotiveerd op dit moment. Maar belangrijk is wel dat je out of the box dingen gaat doen. Exploring. Erop uittrekken. Mensen zoeken die gelijkgestemden en dergelijke. Die hetzelfde doel hebben als jij. En ook dingen naturel laten verlopen. Dus niet overgiving of er bovenop zitten of te veel controle of te veel uit angst denken. Dit betekent dat je veel te veel zorgen maakt. En dat is niet naturel. De dingen gebeuren in divine timing. Dingen gebeuren als er de tijd voor is. En het heeft geen zin om in die tijd jezelf zorgen te maken. Je kunt veel beter je zinnen verzetten en je bezighouden met leuke dingen doen. Ontmoet nieuwe mensen. Kijk eens of er ergens mensen zijn waar jij geïnspireerd door wordt en dergelijke. Het heeft ook te maken, denk ik, met praten en communicatie. Ik denk ook dat je te veel binnen bent, te veel in je eigen ruimte, zal ik maar zeggen. Dat je meer, je mag meer in andere hoeken en gaten gaan kijken. Ik kwam niet op het woord straks, maar ik bedoelde natuurlijk ontdekken. Je mag nieuwe dingen ontdekken. Out of the box. Out of the comfort zone. En dus sta open voor nieuwe mogelijkheden. En sta open voor andersdenkende. Voor dingen die jou uit het geëikte halen. Dingen die je altijd hebt gedaan. Mensen die je al jaren kent. Zoek andere culturen, andere mensen, andere leeftijden. Zoek van alles op. Maar en misschien inspireert het jou. Want ik heb het idee dat die Queen of Swords reverse betekent te negatief. En ook misschien een beetje zelfsabotage in de zin van negative self-talk. Van het gebeurt nooit, wanneer gebeurt het nou eens in mijn leven, dat soort dingen. Maar je moet het natuurlijk zelf doen, stier. Dat betekent dat je een higher vibration mag aannemen. Iets wat je aan wilt trekken, moet je zelf ook eerst zijn. Je moet vanuit een higher vibration opereren. En niet, dat betekent niet continu in je hoofd zitten, obsessieve gedachten hebben, je hebt te veel gevoel, dat soort dingen allemaal. Dus soms is er tijd nodig. En belangrijk is dus om niet te zitten wachten tot de magic happens. Maar in de tussentijd kun je dus die vibratie verhogen om dingen aan te trekken. Want als jij dingen wil aantrekken die vol met leven zijn, die nieuwe mogelijkheden in zich hebben, dan zul je zelf ook open moeten staan voor het nieuwe. En dan zul je uit je comfortzone moeten komen. En dus niet alleen maar, ik doe al heel veel leuke dingen. Het gaat er niet om of je heel veel leuke dingen doet. Het gaat om of je dingen doet die op jouw level zijn, die jouw interesse wekken, die je nieuwsgierigheid wekken, die je uit het oude vertrouwde halen. En misschien doe je wel leuke dingen, maar is het allemaal met mensen die je al jaren kent, allemaal mensen die een beetje hetzelfde zijn als jij. En nu gaat het om dat je ook verder buiten dat boekje durft te gaan. Oké, dat was het, stier. Bedankt. Sterrenbeeld tweelingen. Hallo, tweelingen. Derde teken van de dierenriem wordt geregeerd door Mercurius. En Mercurius is bijna ten einde, tenminste de retrograde. En dat betekent dat alles weer een beetje gaat flowen. Dus dat is hartstikke mooi. We zitten natuurlijk ook in jouw zusterteken, wil ik niet zeggen. Maar de maagd is natuurlijk, dit is het seizoen van de maagd. En die heeft ook Mercurius als heerser, net als tweelingen. Mercurius als heerser heeft communicatie. Tweelingen zijn vaak slim en doortast, goede handelsagenten zal ik maar zeggen. En
zijn een vrij verstandelijk teken. Oké, sterrenbeeld tweelingen. Wat mag ik voor jullie zien? Universum, ik had graag de beste kaarten voor sterrenbeeld tweelingen. Luchtteken tweelingen. Wat is er belangrijk voor luchtteken tweelingen? Tweelingen, wat ik zie is de judgment kaart. De kaart van gerechtigheid. Het universum heeft altijd het laatste woord natuurlijk. Of iets in balans is, of komt, of niet. Het universum ziet alles. En ook al denken wij mensen vaak van, oh, maar ik ben gebalanceerd, ik doe wat ik leuk vind. I love myself first. Maar het universum ziet alles. Niet alleen bij jou, maar bij iedereen. En heeft dus ook een bepaald overzicht, zal ik maar zeggen, over wat gebalanceerd is en wat niet gebalanceerd is. Judgment wil ook zeggen dat er een soort van balans komt in een bepaalde situatie. En ik denk dat het te maken heeft met, want ik zie hier ook de 7 van zwaarden. En de 5 van zwaarden zie ik ook. De Ace of Pentacles zie ik ook. En het kan zijn dat iemand in je wil investeren. Want het is de hand van God die jou deze pentacle aanbiedt. Het is iets van waarde, het is stabiel. En de hand van God zegt hier, tweelingen, dit is voor jou. Stabiliteit en zekerheid. Maar wat ik vooral zie is dat er is iemand die geïnteresseerd is om met jou iets te bouwen ook. Hè? Dit is ook pentacles, is ook iets van waarde neerzetten. Iets opbouwen. Het is iemand die vrij slim is, denk ik. En net als jij. Dus het is iemand die, dat je allebei vrij pintel bent. Maar deze persoon is vrij onthecht. En nou wil het universum je eigenlijk waarschuwen voor een te romantisch beeld van iets of iemand. Want het kan zijn dat jij bijvoorbeeld een relatie wil met iemand, maar de persoon waar jij in geïnteresseerd bent, is eigenlijk heel erg onthecht. Dat betekent dat ze dus, hoe moet ik het nou zeggen, weinig gevoel tonen, niet koud, dat niet, maar ze tonen weinig gevoel. En misschien ben jij iemand van de romantiek, jij denkt, oh ja, ik. Maar je hebt te maken met iemand die, denk ik, omdat ik hier de 5 van zwaarden zie, fundamenteel verschilt van jou. En met fundamentele verschillen bedoel ik een totaal ander wereldbeeld. Een totaal andere achtergrond. Wat ik wel zie is dat er ook een soort van trauma bonding is. Dat, kijk, als je bijvoorbeeld gewond bent geraakt in je opvoeding, niet letterlijk, maar je hebt bepaalde dingen in het verleden meegemaakt, dan kun je ook mensen aantrekken die daarop reageren, die hetzelfde mee hebben gemaakt. Dus er zit een soort van trauma bonding. Maar er komen ook nieuwe mogelijkheden op je pad, tweelingen. En dat is dan iemand die vrij detached is. Iemand die dus eigenlijk fundamenteel met jou verschilt. Maar ook een hele sterke geest heeft. Iemand is niet zo flexibel als jij bent. Jij bent een bewegelijk teken, de tweelingen. Je past je heel makkelijk aan. Je bent flexibel. Je kunt met alle winden meewaaien. En dat is jouw kracht. Dat is de kracht van de tweeling. Maar ik denk dat je te maken hebt met iemand die niet zo flexibel is. Die geen water bij de wijn doet. En ik denk dat jij een heel romantisch beeld hebt van deze persoon. Die jij ziet als... Je voelt je aangetrokken, je voelt een zeer sterke spirituele band met deze persoon. Maar deze persoon is veel onthechter dan jij denkt.
En verschilt ook heel erg fundamenteel eigenlijk in met jou. Waardoor je dus eigenlijk rekening moet houden dat deze persoon dus geen water bij de wijn doet. En die gerechtigheid is dus echt a balancing from the scales. En dit betekent ook dat je wel eens je beeld bij mag stellen. Want ik denk dat iemand wel met jou wil bouwen. Maar op een vrij zakelijke manier. En niet op een hele moochie-coochie manier, zal ik maar zeggen. Oh, wat erg. Maar je snapt wel wat ik bedoel, tweelingen. Niet op een hele liefdevolle en verliefde manier. Het is meer van, nee, dit ben ik en zo gaan we het doen. Of zo ga ik het in ieder geval doen. En het maakt me niet uit welk beeld jij van me hebt, maar klopt dat beeld wel? En ik denk dat die zeven van zwaarden te maken hebben met, ja, goed kijken met wie je te maken hebt, tweelingen. En of jouw beeld wel klopt. Of je het wel goed ziet. Want we kunnen van alles op iemand plakken wat we graag willen zien. Hè? We zien misschien iemand die heel mooi is. Maar je weet nooit wat iemand werkelijk heeft meegemaakt of doorheen gaat. En we zien ook iemand misschien die heel zakelijk is. Maar we weten nooit of iemand schulden heeft of niet. We moeten altijd leren kijken met een ander oog. Niet alleen maar wat je ziet. Van, oh, ik voel me aangetrokken. Maar het kan zijn dat je soms te maken hebt met iemand die zo anders is dan jij. Dat het moeilijk is om werkelijk een relatie op te bouwen. Althans, de relatie zoals jij het wil. Dus je kunt wel een relatie opbouwen, een samenwerking, een vriendschap. Maar als je het hebt over liefde of verliefdheid, dan moet je natuurlijk ook die fundamentele verschillen niet hebben. Dan moet je iemand hebben die meer op jouw lijn zit. En ik denk dat jij te maken hebt met iemand die geen water bij de wijn doet. Iemand die niet budget. Iemand die gewoon zegt, nee, wat jij denkt dat ik ben, ben ik helemaal niet. En dat wil niet zeggen dat we niks gemeen hebben. Maar dat we gewoon heel anders in het leven staan. En dus kijk uit met jouw romantische roze bril, tweelingen. En dat wil niet zeggen dat iemand niet een hele goede connectie kan zijn. Iemand kan heel veel voor je betekenen. Alleen niet op de manier zoals jij het ziet. En om jezelf teleurstellingen te besparen, is het belangrijk om goed te kijken voor iedereen, niet alleen voor de tweelingen. Altijd goed te kijken van, klopt mijn beeld van de werkelijkheid? Hè, want als we iets mooier maken, of we willen graag iets, of we zitten een beetje in de fantasy, dan kunnen we daarin teleurgesteld raken. Niet omdat de persoon ons teleurstelt, maar omdat wij iets plakken op iemand wat niet klopt. En daar moet je bij opletten, tweelingen. Oké, we gaan verder. Hoi, Kreeft. Dankjewel dat jullie er weer bij zijn. We gaan even kijken naar sterrenbeeld Kreeft, vierde teken van de dierenriem. Wordt geregeerd door de maan. Het onderbewustzijn, het meest vrouwelijke teken. Gevoel, Kreeft. Wat is er voor Kreeft op dit moment, universum? Wat mag ik doorgrijpen, Kreeft? Sterrenbeeld Kreeft. Wat is er belangrijk op dit moment voor de Kreeft? Kreeft, de aas van kelken, liefde. Er wordt hier iets aangereikt door de hand van God die jou deze nieuwe start in liefde aanreikt. Maar ik zie ook de drie van zwaarden, hart en pijn. Het is een hele mooie liefdeskaart, liefdesbeker ook, die aangereikt wordt en dan, pijn. En je denkt bij jezelf misschien, wie moet ik kiezen, wat moet ik kiezen? Ik heb meerdere opties, maar ik zie hier ook de Two of Cups. Een liefdesrelatie, elkaar de cup of love geven. Maar ook vergevingsbekers zijn dit vaak. Ik denk, Kreeft, dat jij
Je wil heel graag een emotionele connectie met iemand, maar je bent ook heel erg bang. Je wil eigenlijk een emotionele connectie zonder risico's. En dat bestaat natuurlijk niet. Je denkt elke keer, mijn hart wordt gebroken. Of mijn hart is al zo vaak gebroken. En je bent de wounded warrior. Omdat je eigenlijk misschien ook vaak in relaties bleef te lang. Want je bent een overgever. En te loyaal. Waardoor je dus eigenlijk weinig grenzen hebt en altijd maar geeft en geeft. En dan van een koude kermis thuis komt. Maar wat ik vooral zie, Kreeft, is dat je eigenlijk in je hoofd vrij negatief bent. En van zullen de dingen zich herhalen? Want ik ben al zo vaak gekwetst. En vaak is dat natuurlijk ook uitputtend. Hè? En je wil eigenlijk een toekomst met een soulmate. En misschien ben je bezig om jezelf te healen, maar je zit een beetje vast. Zal ik het wel of zal ik het niet? Zal ik het wel of zal ik het niet? En ja, je mag je denken wat meer veranderen. Obsessief denken eigenlijk, maar niks doen. Dus alleen maar hier, continu, dat hamsterwieletje. Ja, ja, de frituurpan die aangaat. Maar ik hou me terug. Ik hou alles onder de oppervlakte. En wil je iets bereiken, Kreeft, dan zul je ook eerlijke communicatie moeten aandurven. Hè? Recht toe, recht aan. Eerlijk zeggen wat je voelt en denkt. Maar dat durf je niet, want je bent bang voor het risico, bang dat, bang eigenlijk. En als je wegloopt, ja, misschien ben je ook wel bang voor competitie of het kan ook zijn dat je het te direct, te impulsief benadert, omdat je daarmee ja, een soort hoofd over hart benadering, hè? Ik hou alles onder de oppervlakte, maar ik doe het verstandelijk. Maar dan, ja, zo, dat gevoel blijf je dan continu beschermen. En als je je gevoel altijd maar blijft beschermen en nooit geen risico's durft te nemen in het leven, dan wordt het natuurlijk allemaal heel erg saai en risicoloos. En dan, ja, dan blijft alles bij het oude vertrouwde. En natuurlijk vindt de Kreeft dat heerlijk, oud en vertrouwd. Maar het betekent niet dat je daar ook happy van wordt, omdat je namelijk ook jezelf moet ontwikkelen. Het leven is ontwikkelen, het leven is continue verandering en we gaan niet stilstaan, we moeten veranderen. En ja, dus er moet een balans gevonden worden. Je moet er eigenlijk voor gaan of je wil ervoor gaan, maar je laat je hart eigenlijk gewoon niet zien. En dan wordt het moeilijk, want ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb het idee met deze aas van bekers dat jouw soulmate eraan komt. En ook met die Two of Cups. Dit zijn hele mooie liefdeskaarten. Mensen die heel telepathisch met elkaar verbonden zijn. Mensen die een hele sterke band met elkaar hebben in de 5D. In de 3D zie ik daar weinig van terug, omdat je namelijk eerlijk moet zijn. En ja, je bent niet recht uit, je bent niet recht door zee. Je houdt alles een beetje in voor jezelf. En of je bent ongenaakbaar naar de buitenkant, want de crab shell, hè, de kreeftenschaal is hard. En dat is je beschermlaag. Maar om je altijd maar terug te trekken en ja, dan wordt het natuurlijk van binnen niet beter. Dan ga je ook dat angstdenken creëren van, oh, als dit gebeurt. Dus je geeft eigenlijk niet alles. En je weet het ook niet zeker, want je twijfelt. Moet ik wel, moet ik niet? Maar je wil wel een overwinning. Dat is wel zo. Je wil een overwinning, maar je houdt jezelf terug. Het kan zijn dat het niet voor alle kreeften geldt. Het kan ook zijn dat sommige kreeften wel dat nieuwe aandurven. En ik heb het idee dat dat nieuwe te maken heeft met de Empress, met de keizerin. De keizerin is vruchtbaarheid. Zij brengt alles in het leven, groeien en bloeien. Het kan ook te maken hebben met zwangerschap. Het kan ook te maken hebben met emotionele vervulling, rijkdom. Maar niet rijkdom in de zin ook wel, welvaart, maar meer vervulling, schoonheid.
andere aspecten van het leven die het leven de moeite waard maken. En het is een moeilijke beslissing. Dus misschien dat er ook een plotselinge realisatie komt van, oh ja, ik moet mijn hart openen, ondanks dat ik het eng vind, ondanks dat ik 100 keer gekwetst ben, zal ik toch in het leven risico's moeten nemen, wil ik niet blijven zitten waar ik zit. En dus te realiseren ook dat je in het verleden te lang in relaties hebt geïnvesteerd die al lang over de datum waren. Dus om in de toekomst jezelf open te stellen voor liefde, betekent het dat er al die lessen geïntegreerd mogen worden en dat je nu eerlijk en oprecht je gevoel mag laten zien krijgt en van je af mag spreken en volledig de waarheid mag spreken vanuit je gevoel. Ook al is dat moeilijk, ook al denk je van, oh, misschien krijg ik het wel niet terug, misschien word ik wel gedumpt, misschien doen ze de deur wel dicht als ik aanbel, maar dat zijn allemaal doemgedachtes in jezelf. Het zijn allemaal je gedachtes die negatief denken. En voordat jij iemand benadert, als het gaat om de Empress. De Empress is alle keizerinnen in één. De Empress is niet iemand die iets najaagt. De Empress die laat dingen tot zich komen, want ze weet wat ze waard is. Dus als jij de Empress wil benaderen, dan zul je in een high vibration moeten zijn. Dan zul je jezelf op de eerste plaats moeten zetten. Wat ik al zei met de cursus Love Yourself First. Hoe doe ik dat? Hoe kom ik uit die angstgedachten? Hoe zorg ik ervoor dat ik me niet elke keer alles onder de oppervlakte houd? Dat ik surface level leef, hè? Voor de buitenwereld. Maar om werkelijk met je gevoel naar buiten te komen, zul je dus moeten leren, kreeft, om risico's te nemen. En dan niet zomaar iets doen van ik doe in het wilde weg maar iets en ik hoop op een goede uitkomst. Maar als je werkelijk naar je intuïtie luistert en je voelt dat dat de waarheid is, dan is het belangrijk om ook te handelen naar die waarheid. In plaats van de waarheid weer terug te duwen en net doen of er niks aan de hand is. Dat is niet de oplossing, kreeft. Dus kreeften, zet hem op, kom tevoorschijn, doe wat je hartje ingeeft. En ga niet jezelf saboteren in een soort van loyaliteit naar dingen of mensen die allang over de datum zijn. Dus dat is de kreeft. Oké. Sterrenbeeld Leeuw. Wat is belangrijk voor jullie sterrenbeeld Leeuw? Sterrenbeeld Leeuw, wat is belangrijk voor jullie? Even decent gaan zitten. Speciaal voor de Leeuw. Sterrenbeeld Leeuw. Vijfde teken van de dierenriem. En wordt geregeerd door de zon. De happiness. De stralende zon. Sterrenbeeld Leeuw. Zie hier ook de doodkaart Leeuw, transformatie en de keizer. Ik heb het idee dat er, je zit in de keizerenergie. Dat betekent een soort mannelijke beslissingsenergie. De keizer regeert over een keizerrijk. En het is zo dat de keizer is vaak de autoriteit, hè? Degene die het keizerrijk bestuurt. De doodkaart betekent ook transformatie. Of een einde kan het ook zijn. Er komt een einde, denk ik, aan een bepaalde periode. Aan iets wat niet langer meer dient. Het kan ook zijn een connectie. Je kijkt in ieder geval anders naar liefde dan voorheen, denk ik. Wat ook heel belangrijk bij jou is hier, dat je bent een vuurteken. En jij start ook altijd dingen, relaties of connecties met vuur, met heel veel passie. Hè? Maar de passie is vaak te vinden op feestjes, partijen, de plaatselijke bar, festivals, noem maar op. En dat is natuurlijk fun.
Alleen om daar nu juist een goede fundering te vinden. Hè? Want je kunt niet altijd uitgaan als ik maar op plaatsen ga waar het uitgaan is. Dan ontmoet je ook mensen die ook in die fun factor zitten. En de fun factor is niet altijd een garantie voor een langdurige, bestendige relatie. Dus dat betekent dat je dat denk ik ook al weet op dit moment, dat fun mij niet altijd brengt naar stabiel, degelijk, betrouwbaar. Degelijk laat weg, want degelijk hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar ik bedoel, fun, het vuur kan bloeien, kan heel erg branden, maar het kan ook uitdoven. En dat komt omdat het natuurlijk een snelle energie is. En als het vuur uitdooft, dan zitten we daar natuurlijk. Het is ook zo dat veel dingen bij jou onder de moon zijn. Dat betekent dat je niet veel deelt. Je stelt jezelf niet echt kwetsbaar op. En misschien heb je ook wel een connectie waarin je dus niet op dezelfde lijn zit. Dat is misschien die transformatiekaart die ik zie. Een connectie die eigenlijk fundamentele verschillen heeft. Het kan zijn traditie, het kan zijn economisch. Het maakt niet uit welke verschillen er zijn, maar je hebt hier te maken met een connectie die niet echt hetzelfde is als jij. Je hebt allebei hele andere achtergronden of je zit gewoon niet op één lijn met elkaar. Maar het is wel een sterke connectie en dat maakt het lastig. Maar ik denk dat je ook veel andere mensen ontmoet naast deze connectie. En dat je inderdaad in die fun factor hebt gezeten. Maar misschien nu ook wel een transformatie daarin hebt. Van ik wil iemand vinden waar ik echt een diepe connectie mee heb. Maar ik denk dat je wel een diepe connectie met iemand hebt. En misschien wil je ook wel verder gaan. Maar je bent eigenlijk een klein beetje bang voor jezelf te openen. Voor liefde. En dat heeft misschien te maken met teleurstellingen uit het verleden. Dat je vaak die vuurenergie hebt ingezet van ga ervoor. En dat het dan patsboom werd uitgeblazen, het vuurtje. Gedoofd. En dat kan zijn dat je dus daarom bang bent voor liefde om jezelf kwetsbaar op te stellen. Misschien heb je wel het idee van er is competitie en vind je dat eng. Of heb je een negatieve mindset van iedereen laat me zomaar vallen. Dat soort dingen. En misschien is er ook wel iemand in je leven die het echt goed met je voor heeft, Leo. Maar die je niet vertrouwt. Want jij, denk ik, door jouw achtergrond, denk jij dat de Empress in jouw leven niet eerlijk is. En dat denk ik dat niks te maken heeft met de Empress, maar meer met jouw eigen angst. Gedachtes. Dat jij niet zo snel vertrouwt, niet veel van jezelf deelt. En dat je daarom dus eigenlijk maar jezelf terugtrekt ook uit angst. Maar niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. En misschien, wat ik al zei, Pardiadi is niet de beste ontmoetingsplek. Hè? Je moet, denk ik, mensen van die echt serieus met jou verder willen, daar heb je ook andere gelegenheden voor. Nou zeg ik niet dat je nooit iemand tegenkomt die op jouw level zit als je uitgaat, dat bedoel ik niet. Maar als je altijd alleen maar naar dat soort feestjes, partijen uitgaan, een borreltje, een hapje, dit soort dingen, ja, dan kom je in een bepaald circuit. En ik heb het idee dat je met iemand te maken hebt die niet in dat circuit zit. En dat ook niet wil. Maar ik heb het idee dat jij dus je tijd of jezelf niet geeft aan deze Empress-energie. Dat jij wel met al die andere leuke afleidingen bezig bent. Maar dat je te bang bent om te vertrouwen. Te bang om een werkelijk goede relatie, de real deal. Dat is waar je bang voor bent. Dus je denkt, ik voel me veiliger als ik een beetje hier in de party circuit zit. In plaats van, en
bedoel ik niet dat iedereen alleen maar partyt, helemaal niet. Maar ik bedoel de leuke, luchtige dingen, hè? De excitement, waar het gebeurt, dat, die scenes, hè? Waar het gebeurt. Maar ik denk dat jij, omdat jij de Empress niet vertrouwt en je tijd niet geeft en ook jezelf niet geeft, dat jij toch elke keer weer kiest en terugvalt op iets wat luchtiger is of wat niet zo. En ik denk dat de Empress is the real deal. En de real deal, daar gaat het om. Alleen als je heel erg verschilt van elkaar en dat is niet jouw ding, dat is niet echt je ding. Want het kan ook zijn dat de Empress niet geeft, omdat ze zoiets heeft van sowieso de Empress jaagt op niks of niemand. De Empress weet wat ze waard is. Maar het kan ook zijn dat je dat de Empress voelt dat de verschillen te groot zijn op dit moment. Wat niet is, kan in de toekomst nog komen. Dus het gaat om, wat ga je doen? Ga je deze relatie transformeren? Of ga je er een einde aan maken? Dat is geheel aan jou, Leeuw. Maar je zit dus in die transformatie op dit moment. En belangrijk is dat jij, denk ik, erachter komt dat je naast de creativiteit en de passie die absoluut bij jou horen, dat het belangrijk is als je start met een relatie of je wil werkelijk een fundamenteel real deal relatie, dat dan het vuur wat oplaait en weer snel dooft, dat dat niet het enige is wat belangrijk is. Dat er nog andere aspecten zijn. Dus het gaat er een beetje om, kies ik daarvoor of kies ik daar niet voor? Dat is een beetje waar jij nu op dit moment in zit, Leeuw. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken, maar zo denk ik dat het, ja, dat ik het goed heb verwoord en anders dan hoor ik het wel in jullie reacties. Oké. Hey, happy birthday, mijn maagden. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat je geniet van je verjaardag. En we zullen even kijken wat er voor de maagd, naast de reading die ik gisteren heb gedaan, nog meer in het verschiet ligt. Sterrenbeeld maagd, wat is er belangrijk op dit moment? Wat zijn de energieën op dit moment voor sterrenbeeld maagd? De verjaardagsmensen, mensen die aan het vieren zijn, misschien wel met een drankje dit bericht zitten te luisteren. Sterrenbeeld maagd. Aardeteken maagd, zesde teken van de dierenriem, wordt geregeerd door Mercurius, die zo langzamerhand uit de retrograde is aan het komen. Ja, ik heb hier de Ace of Swords, luchtenergie, waterman, tweeling, weegschaal. Het is ook een beslissing of een communicatie. Maar maagd, wat ik zie is dat jij misschien wel je pijlen hebt gericht op iemand. Of dat je iemand in het vizier hebt. En dat je jezelf eigenlijk een beetje kwelt. Kwellen in die zin, je bent niet in de buurt van diegene. Je bent een beetje van buiten naar binnen aan het kijken of zo. Op afstand van iemand. En misschien is het ook wel iemand die je nog nooit gedate hebt. Of iemand die out of your league is. Iemand die misschien net als jij druk is of met andere dingen bezig is. Maar dat je je wel aangetrokken voelt tot deze persoon. Dus je voelt dus een bepaalde connectie met deze persoon. En je bent op dit moment denk ik aan het werken aan jezelf. Aan je eigen healing, aan misschien wel het feestje of leuke dingen. Maar het kan ook zijn gewoon met jezelf bezig. En ja, je realiseert je misschien wel bij deze persoon dat er meer is dan alleen vriendschap. Dat er ook een bepaalde, ja, wat ik al zei, aantrekkingskracht is naar deze persoon toe. En je bent eigenlijk, je wordt heel blij van deze persoon zijn energie. Of het geeft je een boost of zo. Maar het kwelt je. Want
Je zit dus eigenlijk heel erg in je hoofd. Met die Nine of Swords. Heel erg in je hoofd, in een bepaald denkproces. En je bent aan het reflecteren, denk ik. En je bent het als het ware aan het uitvoelen. Hè, deze connectie. En je wilt eigenlijk achter de angstmuur komen. Van hoe je twijfelt. En je bent erover na aan het denken. Maar je doet het niet. Je houdt jezelf terug. Misschien moet ik het niet nu doen. Of misschien is het toch beter dat ik het helemaal niet doe. Dat ik er helemaal van afzie en dergelijke. Maar je voelt dus eigenlijk wel een hele sterke connectie. Ik zit nou net te denken dat ik alle timestamps vergeten ben. Dat doe ik achteraf. Dus vanuit een afstand. Het kan nu niet of het kan helemaal niet. Misschien heb je ook wel een soort geschiedenis met iemand. Iemand die je al langer kent of je hebt samengewerkt. Of je hebt gewerkt in een eigen team of zo. En je wil een bepaalde duidelijkheid. Duidelijkheid en helderheid is het aas van zwaarden. Het universum biedt jou dit zwaarte aan. Dat betekent naar waarheid iets vertellen. De waarheid naar jezelf op de eerste plaats vertellen en een beslissing nemen. Maar je bent nog niet klaar, zie ik. Je zit nog te veel in je hoofd te overdenken, te reflecteren. Je houdt jezelf terug, maar je wil graag wel die communicatie. En ja, ik zag net ook even de Emperor in Reverse. Die zag ik van de week al een paar keer. De Emperor, die brengt orde na een tijd van chaos in zijn keizerrijk. Maar de Emperor Reversed is niet de sterke keizer. De Emperor Reversed, die houdt zich terug. Staat niet voor waar hij in gelooft. En ik heb wel het idee dat je met iemand te maken hebt die heel makkelijk praat. Iemand die echt makkelijk benaderbaar is, makkelijk toegankelijk is. Maar toch hou je jezelf terug. En je bent denk ik niet klaar voor de conversatie. Laat ik het maar niet doen. Je wilt jezelf bevrijden van dit alles, Maagd, maar het is moeilijk. En misschien denk je wel op één dag zal het wel komen. Of misschien moet ik het laten gaan. Wat zijn de consequenties? Ja, en misschien kun je het niet verbaal zeggen, maar kun je het wel mailen of schrijven, net als vroeger, een brief schrijven. Of een liefdesbrief. Ik had laatst een man in een personal consult. En die had een liefdesbrief geschreven aan iemand. En dat vond ik zo aandoenlijk. Want dat doet niemand meer natuurlijk. Met de hand geschreven. Dus dat vind ik gewoon iets wat heel mooi is. Maar wat niet, misschien is dat een optie, een tekst. Of als dan misschien denk je wel, er zijn te veel andere mensen nu in de buurt. En ik doe het als iemand alleen is of als ik alleen ben, dan ga ik het doen. Maar belangrijk is, want ik denk dat jij met de Empress ook te maken hebt. Want ik zie de Empress bijna in iedere legging. De Empress jaagt niks of niemand na, Maagd. Dat betekent als jij hier verandering in wil krijgen, zul jij toch zelf het heft in handen moeten nemen. Want het gaat namelijk om je eigen geluk. En als jij met een Empress te maken hebt, de Empress weet hoe het zit. De Empress jaagt niet. De Empress weet wat ze waard is. Als jij dan twijfelt of je houdt je terug, dan vindt de Empress dat ook goed. Dan denkt ze, dan is het niet voor mij bestemd. En dan ga ik gewoon verder. Dus, maar belangrijk is om vooral te kiezen voor jezelf, Maagd, wat ik al zei, voor je eigen geluk. Hoe gelukkig ben jij in deze situatie? En hoe graag wil je daar verandering in brengen? En dan is het misschien toch wel om eens een keer een risicootje te nemen om achter die angstmuur vandaan te komen. Want het zal je namelijk niet voor de Empress, want de Empress die zit er gewoon goed bij. De Empress is gewoon happy. Maar het gaat om jezelf.
om je eigen geluk? Wat gun jij jezelf? Hoeveel love jij jezelf first? Als we het dan over de cursus hebben. Dat betekent ook beslissingen nemen. Dingen aandurven gaan die jij voelt als zijnde de waarheid in jezelf. Dus dat is heel belangrijk om te overwegen. Dat was eigenlijk het eerste gedeelte van alle tekens. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Bedankt en tot deel 2. Doei doei!